Precies, ja? Ja? Yes. Precies zo, niks veranderd. Oké. Ja. Voor de mensen die niet weten. Hij was zo dunner. Vervelende voetballer. Hij wil iedereen altijd panna's geven. Hij kon wel, hè? Ja, hij kon wel. Ik ben nog, ik ken nog steeds, maar ik doe rustig. Zag hem laatst kreeg hij een bodycheck, verloogt hij op de grond. Bro, dat is uit balans, broer. We hadden de money, de wedstrijd tegen broederliefde. Ik heb twee man. Die guy was wel skinny, maar hij kwam uit de hoek. Die ziet hem niet, snap je? Oké, je kan wel nog ballen. Dus. Ah, zeker, okay. Man. Ja. Voor veel rappers, je weet niet, maar ze kunnen gewoon. Ja, veel rappers kunnen. Die techniek ballen, is gewoon daar, man. Ja. Nee, bro. Jullie hebben jullie wel genakt, hè? We hadden twee wedstrijden. Eentje hadden ze gewonnen, eentje hadden we verloren, snap je? Het laatste hadden we gewonnen. Maar waarom hadden zij die? Waarom hadden omdat zij we hadden verloren van skills. KM, zijn vader heeft de voetbal. Ja, exact. We hadden verloren van hen, dus we hadden minder punten. Maar hoe ze het gingen vieren, leek alsof ze ons echt hebben geslacht, hè? Leek wel zo. Ja. Ik dacht, die mannen hebben jullie doodgemaakt. Maar veel Balimans zijn, dus ik dacht, het kan wel, snap je? Ach, bij onze kant ook, aan deze zijde ook, dus, snap je? Ik hoor je. Maar ja, man, ze hebben gewonnen. Ik heb gezegd, we willen die beker terug, sowieso. Dus die rematch komt, ja, man. Oké, opzetten, man, eigenlijk. Ja. Hoe was Elias, jongboy? Wauw. Je hebt hem eigenlijk een beetje al beschreven. Die man is, precies zo, broer. Hij heeft niet veel veranderd, broer. Ik weet nog één keer zelfs, we waren op carnaval. Kan je dat nog herinneren? Met die duffelback? We waren op carnaval ergens. Hij weet dat niet eens meer, denk ik. Waar, in Rotterdam? Man, die tijd zo in Italië, ja. Toen met Rico, toen hij die elleboog kreeg. Nee, we waren in de club. Dus ik ging hem altijd bluffen toch van, bro. Je loopt met duffelback, je hebt niks erin, broer. Wat doe je zo drugs doen? En deze je weet, hij speelt bij Juve. Als je hem bluft, dan wil hij ook bewijzen toch? Ja. Hij doet die tas open allemaal, weet je toch? Ik zei, broer, loop je zo op straat op carnaval, broer, weet je toch? En zo'n type guy is hij. Dus als je hem, die man, hij wil wel laten hij zien. Meteen. Hij, die man, hij staat zijn mannetje toch? Die man weet wat hij waard is, dus. Nee. Kijk die man, je ziet. Stay humble. Hij drip anders. Ja, kom uit, we praten net over die chain, ons, man. Het schijnt wel echt fel, man. Ja, lichtwerk. Hè? Ja, man. Van jou schijnt ook, man. Ja, ik moet jullie complimenten geven. Ik zie sommige mannen met doffe dingen. Wow, ja. Ook niet erg is, maar... Ja. Wie dan? Wie? Mensen gaan je zoeken, man, deze tijd. Nee, bro, maar sommigen hebben gewoon doffe dingen, broer. Ja, toch, dan denk ik van, investeer dan net zo goed in meteen in die. Ja, ik snap of je. Investeren, haal dan gewoon meteen in die. Nee, man, snel, man. Dat is niet waar.